Dit is Nederland. Het westen en het noorden van Nederland bestaat uit veen. Veen is eigenlijk niets anders dan een in elkaar gedrukte stapel dode planten. Normaal rolt het weg, maar als het nat is niet, het vormt een drassige grond die als een spons veel water vasthoudt. In de middeleeuwen zijn mensen deze drassige veenmoerassen gaan ontginnen. Met greppels en slootjes werd het veen ontwaterd en kon men voedsel gaan verbouwen zoals boekweit en granen. Tegenwoordig wordt in het veengebied voornamelijk melkvee gehouden. Daarom hebben we de waterstand nog eens flink verlaagd. En de veenbodem is nog steeds droog. Dit heeft nadelige gevolgen voor de natuur, het klimaat, maar ook voor de economie. Laat me je uitleggen waarom. Doordat we de waterstand in de veengebieden laag houden, daalt de bodem. In een droge veenbodem zorgt zuurstof namelijk dat het veen afbreekt. Er verdwijnt zo heel veel veen. Elk jaar zakt de bodem gemiddeld 1 centimeter. Als je het veen weer nat maakt, stop je de bodemdaling. De veenbodem blijft behouden. En je kunt zelfs nieuw veen krijgen als de planten die het oude veen hebben gevormd hier weer gaan groeien. Dit heeft heel veel voordelen. Je herstelt ecosysteemdiensten. Dat betekent dat de natuur weer nuttige functies kan vervullen, zoals het vastleggen van het broeikasgas CO2 of het vasthouden van water als het hard heeft geregend. Zo is de kans op wateroverlast kleiner omdat de oude veengrond al heel lang in agrarisch gebruik is, neemt de droge bodem nog maar moeilijk water op. En ook zit er door bemesting veel stikstof en fosfaat in de grond. De meeste moerasplanten houden daar niet van. Landschap Noord-Holland doet daarom samen met universiteiten onderzoek naar hoe je het veen het beste kunt herstellen of zelfs kunt laten aangroeien. Het drooggelegde veen zorgt voor een uitstoot van veel CO2. Heel veel CO2. In Nederland evenveel als 2 miljoen auto's jaarlijks uitstoten. CO2 is een broeikasgas en het draagt bij aan klimaatsverandering en de opwarming van de aarde. Het is dus belangrijk om die uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Dat kan door veengebieden nat te maken. Daarmee kunnen we de uitstoot uit de veengebieden sterk verminderen. En wanneer onder de natte omstandigheden weer veenvormende planten gaan groeien, kan er zelfs weer CO2 worden vastgelegd. Dat is dubbele winst voor het klimaat. Landschap Noord-Holland onderzoekt samen met de Universiteit Nijmegen hoe je de veenvormende natuur weer kunt herstellen. We doen allerlei experimenten, zoals met het uitplanten van veenmossen. We meten regelmatig op verschillende plekken hoe de chemische samenstelling van de bodem verandert, hoe snel de veenmossen groeien en ook hoeveel CO2 ze vastleggen uit de lucht. Er moet nog een hoop onderzocht worden, maar het is nu al duidelijk dat het nat maken van het veen veel voordelen kan opleveren. Voor het klimaat en voor de natuur. Met het vernatten en het herstel van de veenvorming wordt nieuwe natuur ontwikkeld. Langs de waterkant zoeken watersnippen naar insecten. En boven de rietvelden jaagt een bruine kiekendief. En dat allemaal omdat het veen weer nat is gemaakt. Er zijn heel veel verschillende dieren en planten die leven in drassige veengebieden. Sommige zijn heel bijzonder, zoals bijvoorbeeld deze vogel, de roerdom. En dit zeldzame muisje, de Noordse woelmuis. Op de natte veengrond kun je ook iets anders doen. Op sommige plekken kun je aan de slag met natte landbouw. Dan verbouw je een gewas op een natte veenbodem. Je stopt zo bodemdaling en je kunt toch een boterham verdienen. Een voorbeeld is het verbouwen van listdodden. Dat is een soort riet dat je kunt gebruiken om isolatiemateriaal te maken voor in huizen. Of het kweken van vemos, waarvan ze een duurzame potgrond kunnen maken. Omdat dit soort natte landbouw nog nieuw is, willen we eerst proefprojecten opzetten. Met de ontwikkeling van nieuwe natte natuur en de proefprojecten met natte landbouw hopen we een manier te vinden waarop we de veengebieden duurzaam kunnen behouden en de bodemdaling kunnen stoppen.